Dit is Midvliet Regio Nieuws. Mijn naam is Hiwa Akter. Personeel van een supermarkt aan het Gouverneurplein in Den Haag heeft donderdag 12 november een man aangehouden die een greep uit de kassa wilde doen. De man werd op heterdaad betrapt en door een alerte medewerkster vastgegrepen. De Hagenaar wordt verdacht op die manier geld gestolen die hebben bij nog 7 andere supermarkten. De verdachte is maandag 16 delicten van de plaatsen voor 3 aan de rechtercommissaris en blijft 14 dagen Leidschendam in Den Haag. De politie doet verder onderzoek dinsdagmiddag 17 november bij andere diefstallen betrokken is en blijft 14 dagen langer is maandag 16 november voorgeleid aan de rechtercommissaris en blijft 14 dagen langer in een caravaan met demonstrerende dinsdagmiddag 17 november met demonstrerende boeren over de Damlaan. Op die locaties zijn het Centraal Bureau Levensmiddelen en de Stichting Alliantie Verduurzaming Voedsel gevestigd. De boeren protesteren tegen het stikstofbeleid van de regering. Zij vinden dat ze onevenredig worden benadeeld. Na het protest botsten in Rijswijk een tractor en een fietser op elkaar. De fietser raakte zwaar gewond. De verkeerspolitie kwam ter plaatse en deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval. WZH Prinsenhof in Leidschendam heeft als allereerste locatie van woonzorg. Centra Haaglanden het Prezo Care keurmerk ontvangen. Prestatie in de zorg is een manier van denken en werken waarbij de cliënt centraal staat. Het draait niet om protocol. Maar om wensen, creatieve invullingen en hoe de organisatie dat faciliteert. De locatie Prinsenhof voldoet volgens de kwaliteitsmeter van Stichting Perspect aan alle criteria van het keurmerk. Koffie Lounge is het nieuwe ochtendprogramma op Midvliet FM. Het laatste regionieuws uit de kerk. Bedrijven, instellingen en stichtingen in onze regio gedraaid. Koffie Lounge is iedere werkdag aan het eind van de ochtend te beluisteren tussen 11:30 en 12:00. Dit was het Midvliet regionieuws van woensdag 18 november. Volg ons op Facebook en Instagram. Bezoek midvliet.nl voor meer regionaal nieuws. Personeel van een supermarkt aan het Gouverneur Woonzorgcentra Haaglanden, het Prezo Kerker. Het draait niet om protocollen, maar om wensen, creatieve invullingen en hoe de organisatie 18 november. Volg ons op Facebook en Instagram. Bezoek midvliet.nl. Volg ons op Facebook en Instagram.